games zie, Huub, dan denk ik, dat ziet er zo echt uit. Een acteur hebben we over 10 jaar niet meer nodig. Nee, precies. Ja, ik heb toevallig laatst ik heb laatst een project gedaan hier in Eindhoven, in Acht. Hadden we ook, dat heette, hoe heette het nou? Reality, niet virtual reality, maar... Augmented. Dus we hadden helemaal ledschermen rondom. En ik liep in die wereld en moest op een gegeven moment over een brug klimmen. Maar dat waren kleine constructies waar ik overheen en op kon klimmen. We hadden windmachines en noem maar op. Ja, dat filmpje moet nog uitkomen. Maar ja, het is bizar. Maar je hebt dus die hele wereld niet meer nodig. Je bent niet meer afhankelijk van het weer, van andere acteurs, van wat dan ook. Het is jij en die virtuele wereld. Ja. Ja. Dat ging voor de Oost wel anders, hè? Voor de Oost is het... Daar ben je echt naar de echte wereld geweest. Zijn we echt naar Indonesië gegaan, ja. Ja, naar Java. Ja. En hebben we echt gefilmd, ja. Ja, die film die is deze maand uit op Prime, hè? Amazon Prime. Vorige week op Amazon Prime gelanceerd. Het zou eigenlijk gewoon een bioscoop-release krijgen, maar vanwege dat alle bioscopen nu dicht zijn en er staan, weet ik veel, 600 blockbusters in de file om uit te komen. En je wil niet tegenover James Bond staan, sowieso. Ja. Die al 1,5 jaar wordt uitgesteld. En die natuurlijk alle zalen gaat pakken en volle bak. Ja, slechte tijd eigenlijk voor de film. Het is verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar aan de andere kant biedt het ook weer dus mogelijkheden. Dat je nu op Amazon Prime kan uitkomen als een Amazon Original. Ja, maar het is een hele belangrijke film, hè, in verband met Nederlandse geschiedenis. Een stukje verwerking eigenlijk nog van iets wat wij collectief hebben doorgemaakt. Maar wie zit er op Amazon Prime in Nederland? Dat zijn er niet zo heel veel. Dit is een manier om nog nieuw publiek te trekken ook. Hmm. Net als dat Videoland was ook vrij klein. En toen kwam Mokro Mafia bijvoorbeeld. Ja, dat is verviervoudigd, die aantal kijkers. De hoop is dat ze op deze manier... Ja, precies. En ze halen steeds meer Nederlandse producties binnen. Dus er is laatst al een serie, Tracks heette dat, met Michiel Romein. Ze hebben ook alles van Jiske Vet hebben ze er nu op staan. Dus ze proberen wel allemaal... Maar het is eigenlijk zonde dat zo'n film zo in het verborgene nu zit. Maar hij gaat nog in de bioscoop uitkomen. Dat wel. Ja, dat zodra de bioscopen open gaan. Deze moet je eigenlijk ook beleven in de bioscoop. Ja. Een fragment. Alles goed, Duan? Is er nog een probleem? Geen problemen. Zijn er nog verdachte mensen in uw kampong geweest? Nee, meneer. Niemand. We hebben van onze bronnen vernomen dat hier geregeld gewapende mannen langskomen. Als dat zo zou zijn, dan zouden we hier ook een tijdje kunnen wachten en kijken of er iemand opkomt daar namelijk. Ah, niet nodig, meneer. Hier. Alles goed? Zeker weten? Zeker. Zeker, meneer. De mannen hebben dorst. Minum. Oh, minum. Le. Klap alle, Amir, tjibat. Plaats, rust. Ja, het is maar een klein fragment, Huub. Maar hier voel je natuurlijk meteen de koloniale spanning. Die spat er vanaf, hè? Ja, zeker, zeker. En helemaal als je dit fragment verder zou kijken. En je ziet, wij komen op een gegeven moment dan bij andere soldaten die daar al maanden zitten. En op een gegeven moment komt er een jongetje uit dat dorp en we moeten terug naar dat dorp. En omdat die man met ons gepraat heeft, zijn daar verschrikkelijke gevolgen aan. Ja. Dus voor mij is nu, omdat ik weet hoe het verder loopt, voelt het al heel beklemmend dat ik die man überhaupt heb aangesproken daar. Je voelt je bijna schuldig. Ik voel me bijna schuldig, ja. Ja, serieus. Ja. Ook al is het een rol, maar omdat het zo'n beladen verhaal... Ja. En ja, dat stukje greep mij ook. Ja. Meteen, weet je, dat pakt. Ja. Je voelt die spanning. Ja. Ja, terwijl het is nog gewoon een open gesprekje. Ja, het is gewoon vragen naar zijn verdachte personen. Nou, je doet veel verschillende dingen, dus we maken even nu uit een heel ander vaartje Ferry. Ja. Wij dachten, Ferry, zit Huub daar nog in? Nou, als je goed oplet wel. Als je heel goed oplet. Ja, we hebben dat fragment niet. Dat kostte net iets te veel. Okay. Maar helemaal aan het slot van de film. Beschrijf eens wat daar gebeurt. Nou, in de hele film... het is eigenlijk een soort romantisch verhaal hoe Ferry Danielle ontmoet. Dus het is eigenlijk gewoon een soort romantische komedie met veel geweld erin. Ja, wat een succes, hè? Het is fantastisch hoe dit... Maar het is ook een hele goede film. Frank die zet dit personage zo goed neer. Iedereen wilde ook na seizoen 1... Ferry. Dus wat krijgen de mensen? Ferry de film. Jij zat in Undercover 1 ook vrij prominent. Hè? Ja, precies. Tot met het einde. Ja. Dus dit speelt zich ongeveer 14, 15 jaar voor de eerste serie af.
En het eindigt ongeveer 7 jaar voor de eerste serie. Dus wat je ziet is hoe hij Danielle ontmoet en hoe hij vanuit de Amsterdamse criminele wereld, het Amsterdamse criminele circuit, de wiethandel, hoe hij de overstap maakt naar ecstasy. Dat hij denkt, doordat hij zelf ook een keer gebruikt en denkt, oh, maar hier zit wel markt in, daar kan ik misschien wel iets mee. Hij wordt drugsbaas in Brabant. Hij wordt drugsbaas in, ja, hij is het dan nog langer niet hoor, dus nee. Dat begint daar. Dus ja, dat verhaal. Hij komt zo'n loods binnen en daar ziet hij wat pillendraaiers aan de gang. En dan kijkt er iemand om en dan denken we, hey, dat is Huub. En dan is het een halve seconde verder en dan is hij weer weg. Ja, precies. Dat was jouw rol. Alles ingelegd natuurlijk. Alles erin gegooid wat ik had. Ja, ik was kapot. Nee, het is natuurlijk heel leuk. Omdat meteen de referentie is na seizoen 1. Dat je weet, oh ja, dat zijn die mannen. Ja. Want Tim bijvoorbeeld, die wordt in seizoen 1, in aflevering 1, wordt hij al omgelegd. Ja. Maar nu zie je, oh ja, dus hij was, daar is hij ontdekt, zeg maar. Ja. Ja, en wat speelt zich daar nog tussen af? Ja, wat mij betreft. Komt er nog wel iets, hè? Ja. Ferry de film 2, Undercover 3, is al opgenomen. Is al opgenomen, ja. Zit je daarin? Mag ik niet zeggen. Oh. Ja, Netflix houdt het touwtje strak, hè? Ja, precies. Ja, daar mag je niks over zeggen. Nee. Dus, maar ik kan wel beloven dat Ferry meer terugkomt. Want in seizoen 2 was hij heel weinig. Ja, dat vonden we jammer, hè? Ja, ik vond het ook jammer. Ja, ja, het was ook, de insteek was ook gewoon om undercover zaken te doen. En de eerste was dan op Ferry en dan de tweede. Dus het kon gewoon totaal iets anders worden. Maar dat was al, werd al geschoten terwijl seizoen 1 net op televisie was en op Netflix kwam. Mm. En toen pas werd duidelijk hoe groot succes Ferry was. En ja, publieksfavoriet, lieveling dat eigenlijk is. We zien jou hier ook weer met petje. Dat brengt mij bij een onderwerp wat we toch even moeten bespreken. Ja. Jouw haartransplantatie. Ja. Je hebt haar. Ik heb haar, ja. Hier was ik, onder dat petje was ik gewoon kaal. Want je moest altijd petjes op. Die hele serie heb ik een petje op. Ja, en gewoon ook in de Oost ook in weer. In de Oost heb ik ook de hele tijd. Ja, ik heb daar dan een helm op in het fragment wat je net zag. Maar die regisseur heeft gekozen, ja, we doen jou een petje op. Ja, maar zo'n luitenant heeft nooit een pet op. Ja, we maken van jou een recalcitrant luitenant. Die zijn er ook gewoon. En die maar wat gek eigenlijk dat je als kale acteur niet kaal mag zijn. Ja, je mag het wel zijn. Maar daar krijg je geen rollen. Ik krijg ook wel rollen, maar dat werd langzaam maar zeker steeds meer een wat stoffiger, sukkeliger iemand. Oh ja. Ja, en ik werd sterker als ik een pruik of een petje of iets anders een hoofd. En dat betekent gewoon voor jou nu meer rollen. De wereld ligt voor je open. Het is echt zo. Dat is echt zo. Ik hoopte het, maar het blijkt nu ook echt zo te zijn. Ik krijg veel meer castings en ineens ben ik ook... Goede investering, Huub. Het is echt een goede investering geweest. Ja, ik heb hem er zo al werkt uit. Het. Ja. En je staat binnenkort ook nog op toneel? In de Bos? In een toneel setting althans? Ja. Het vervolg op Wij... Ja, deze voorstelling heet Zij. En, het is van Paleis voor Volksvlijt. Ja. Die heeft als doel om alle lagen van de bevolking en alle mensen uit heel Den Bosch naar het theater te trekken. En vorige keer lukte dat bijzonder goed, hè? Ja, binnen een dag waren we helemaal uitverkocht. Ja. Het volkse type, wie was je ook weer? Ik weet niet meer hoe mijn personage toen heette. Nu speel ik Angelo. Oh ja. En mijn vrouw wordt ook door een bekende van jullie gespeeld. Hier van Omroep Brabant. Ariane de Jong. Ja, tante Arie. Ja, tante Arie. zoals hier wordt genoemd, volgens mij. Ja. En zo hebben we heel veel vrije tijdspelers uit Den Bosch die meedoen. En ik ben samen met twee Turkse acteurs, zijn wij de beroepsspelers ditmaal. Is dat leuk? Amateurs, jullie doen het geen amateurs, maar vrije tijdspelers. Nee, het zijn vrije tijdspelers. Ja, het is moeilijker wat zij doen dan wat ik doe. Zij moeten overdag hele andere dingen nog doen. Ja. En moeten dan schakelen naar ineens zo'n personage. En ik mag de hele dag daarin duiken, anderhalve maand, 2 maanden lang. Dus voor mij, ik word dat personage gewoon. Maar zij moeten blijven schakelen. Dus eigenlijk is wat zij doen ingewikkelder dan wat ik doe. Leuke dingen te doen nu. Fantastisch, ja. Dus geniet ervan. We gaan allemaal kijken. Dankjewel.